hem afgelopen vrijdag gezien. Hoe ging dat? Ja. Ja, dat was, ja, hij is onder voorwaarden vrij, hè? Dus dat is wel nuance. Met enkelband en al. Met een enkelband, bak voorwaarden. Maar hij is uit die metalen kooi. Mm-hmm. Ja, dat was moeilijk samenvatten. Want dat gaat eigenlijk alle kanten op. Dat gaat van euforie naar verdriet, naar angst, naar spichtigheid. Komen ze me weer halen? Doet die enkelband het wel? Straks staat er een arrestatieteam voor de deur. Ja, heel erg... over-aware, zeg maar, mm-hmm. van alles. De eerste dagen was er echt geen seconde rust in die jongens' lijf. Dat kon je ook aan alles zien. Ja. Je ziet ook dat iemand extreem getraumatiseerd is. En die heel erg zijn best doet om zich een houding te geven. Ja. Maar je moet je voorstellen, hij zat bijna 20 jaar in eenzame opsluiting. 23 uur per dag op cel. In de coronacrisis vaak 24 uur. In de verwachting dat hij geëxecuteerd zou worden. Ja, en daar ook heel dichtbij geweest. Ja. 8 dagen na heeft hij gedacht... 26 oktober 2017 is mijn sterfdatum. Ja. En nu ineens in een woning met zijn moeder en zijn zus... en een documentairemaker. Ja. En de filmploeg die jaren in en uit heeft zich gaan. Het was heel veel voor.